Jasper Verheugd, ja. Je bent hier de regisseur van het hele grote theaterspektakel Het Facet Kraakt. Wat houdt dat in voor jou? Een hele grote klus de komende 4 weken. Want in 4 weken gaan we die hele voorstelling in elkaar zetten. En het is nogal een grote voorstelling. Met veel mensen. 30 man orkest. 40 man cast. Heel veel decor. En we spelen op een toneelbreedte van ongeveer 60 meter breed en 30 meter diep. En hier zie je een onderdeel van stroobalen. Ja. Een belangrijk onderdeel in het verhaal ook. En je hebt eerder zo'n grote theaterproductie gedaan op locatie? Niet op locatie, maar wel in Ahoy, in de Arena, het Sportpaleis. Dat zijn ook grote locatievoorstellingen geweest, ja. En in hoeveel tijd denken jullie dit helemaal onder de knie te hebben, dat het publiek ook kan komen kijken? De bedoeling is dus over 4 weken al. Dat zijn de eerste try-outs. De bedoeling nu is dat ik het heel snel in de grondverf gezet heb. Zodat iedereen ook weet waar te staan, hoe het allemaal gaat. Want we werken met allemaal bewegende wagons en er worden railsen gebruikt en dat soort dingen. Dus dat is heel technisch ook. Dus we proberen over 2,5 week een soort alles in de grondverf. En dan gaan we het steeds beter. Dan komt er licht bij en er worden hele grote tribunes gebouwd waar toch al zo'n 1200 man kan zitten. Dus er is nog veel werk te doen, maar we zitten op een goed spoor. Je denkt dat het allemaal heel goed gaat lukken. Absoluut, absoluut. En zeker de moeite waard is om te komen kijken. En wil je een klein beetje vertellen over de inhoud van het theater, wat er hier staat te gebeuren, of het Facet Kraakt? Nou, het gaat om een verhaal wat hier in de omgeving nogal bekend is, maar een bankoverval in 1944, gepleegd door het Verzet, de KP van Almelo. Die hebben namelijk het geld in de Nederlandse bank, waar toen 130 miljoen gulden lag, wat bijna 1 miljard is nu. Daarvan hebben ze 46 miljoen gestolen, omdat de Duitsers het mee wilden nemen naar Duitsland. En dat wilden ze voor de stakers van de spoorwegstaking gebruiken, voor de gezinnen en alles. En dat hebben ze verstopt onder een hooiberg. En het zat allemaal mee voor ze, want het lukt ook allemaal. Alleen, maar daarvoor moet je in ieder geval komen kijken, is het de afloop anders dan ze hadden gewild. Dat is in een klein verhaal, klein beschreven wat er gebeurt. En daar heel veel dingen nog omheen. Dus het wordt echt een heel groot spektakel. Het wordt absoluut een heel spektakel inderdaad. Met veel licht en veel decor. Mooie muziek ook. Geweren, Duitse soldaten. Het wordt een groot spektakel, absoluut. De spinnenbus is op weg. Je hebt een spin bij je. Doet
familie Abbes. En ze hebben iets nieuws gekregen en daar ga jij mij iets over vertellen. Wij hebben een bus en ik vind het fijn, want nu kunnen we Sterre's grote rolstoel meenemen. Sterre, kun jij mij vertellen hoe je het vindt dat jullie een nieuwe rolstoel hebben? Vind je dat leuk? Ja. En waar gaan jullie met rolstoel, met de bus naartoe bedoel ik? De Pyreneeën, naar de hele hoge bergen. Oh, dat is mooi. En gaat de bus daar ook doorheen? Weet ik niet. Oh, ik denk het wel, hè? De bus kan niet op de bergen. Nee. Denk je niet? Ik denk het wel. Ik denk het niet. Nou, ik denk dat het wel lukt, want papa kan heel goed rijden, hè? Want nu kunnen er ook vriendinnetjes van Jens en Rodé mee. Als Amissa er niet mee gaat, of als Rode bij iemand anders in de auto gaat. Of Jens en wij moeten iemand van hockey meenemen. Heel veel van hockey kunnen er 2 voorin en 3 achterin. Dat is een mooie bus. Oei. Oeps, oké. Dat is een hele grote. Oh. En waar zit jij dan? Jij. En Rode zit daar en daar zit Sterre. Zo, en Sterre mag in de midden zitten? Nee, Sterre zit er achterin. Oké. Okay. En in het midden zit Rode en ik zit hier. Houden. Oké. Okay. En een beetje houden. En we hebben er ook in een pastoeltje. Nekken. Deze kan ook open. Oh, hier dat kan je. Zit normaal mijn puzzelboekje in. En hier is een pen. En het is de bedoeling dat ze straks ook weer een beetje zelf kan lopen. Hè? Ja, ze zal straks wel weer kleine stukjes kunnen lopen. Alleen de vermoeidheid zal natuurlijk snel terugkomen. Maar zo kan ze in ieder geval kunnen de rolstoelen mee. En zij kan gewoon bij de zusjes achterin zitten. Ja. We hebben alles bij elkaar, ik denk 550 verschillende donaties gekregen. Van bedrijven, ja. Particulieren, mensen die we kennen, maar ook wildvreemden. En samen met een enorme korting die we hebben mogen krijgen van de dealer. Ja. Van Ford Nederland, natuurlijk ook autobedrijf Kempering, die dus de aanpassing heeft gedaan. En alles bij elkaar is het dus gelukt dat we nu weer met z'n allen op vakantie kunnen en dat de rolstoel gewoon mee kan. Geweldig. Dus echt super bedankt allemaal. Okay. Hoeveel voorinschrijvingen zijn er geweest voor deze fietsvierdaagse in Almelo en hoeveel doen er nu ongeveer aan mee? Nou, we hebben een voorinschrijving via de VVV en rechtstreeks onze computer website hebben we ongeveer een 250 voorinschrijvingen gehad en ik denk dat we nu wel met vandaag, het is echt storm, hebben we toch wel 600, 700, even natte vingerwerken, 600, ja, ja. 700 inschrijvingen. Ja, ja. Okay. En mensen wachten op het mooie weer en zeggen ja nou doe ik het toch wel. Ja. Sommige 1 dag, sommige 2 dagen, maar de meeste toch wel 4 dagen. Vandaag gaat de fietsroute richting Bonnebroek en van Bonnebroek gaat men dan de korte route. Ja. Gaan we dan via Ypelo en helemaal via het Wierisveld langs de doorbraak weer terug. Ja. En de wat langere routes die gaan vandaag, de langste route gaat naar Markelo en de middelste route die gaat iets voor Markelo, buigt die af en dan gaat die terug. We hebben 3 afstanden, 30, 45 en 65 kilometer. Ja, ja. En de komende weken, voor de komende dagen? We gaan, morgen is het woensdag, dan gaan we richting de langste route naar Enschede, de middelste route naar Hengelo en de kortste route naar Borne. Ja. En dan hebben we donderdag gaan wij richting even naar Denenkamp, de langste route. Ja. En dan 2 korte routes zijn, die gaan dan eerder van de route af. En dan vrijdag, dan rijden we naar de Warf in Enter, de kortste, alle 3 routes. Ja. Dan gaat de 45 kilometer door naar Nijverdal, naar Camping Noetselenberg. En de lange route gaat door naar Hellendoorn. Ja, oké. Okay. Zijn er altijd nog bijzonderheden de komende dagen en zo? Nou, we hebben voor dit nu voor het eerst een, kijken of er belangstelling voor is, een zadelpijnparty op donderdagavond. Ja. Dat betekent een barbecue waarvoor mensen zich kunnen aanmelden met live muziek erbij. Ja. In de hoop dat mensen zeggen van, hé, dat vind ik leuk om met de andere fietsers nog een gezellige avond te hebben. Voor de kinderen hebben we donderdagmiddag een kinderzadelpijnparty. En daar is dan een kleine kinderdisco, daar is dan cupcakes versieren, daar is sminken bij. Dus heel veel leuks. Oh, leuk. Hartstikke mooi. Nou, dank u wel voor het interview. Graag gedaan.
je zelf gemaakt? Ja? Samen met mijn broer. Ja, met mijn mama. Zo, wat goed. Hallo. Dit is geheim, hè? Wacht even. Mag niet af. In Almelo. Ja, Marion.
Wat voert jou hier vanmiddag op het water? Dat is ook duidelijk, hè? Havenfestival Almelo. Eerste keer, eerste editie. Dus daar moeten we bij zijn, hè? Als een van de weinige boorten in Almelo. Althans de klassieke boorten. Ja. En wat voor een bootje vaar jij mee? Een notarisbootje uit 1937. Natuurlijk niet, het ligt niet erg voor de hand om in Almelo te varen. Dus, We moeten het gewoon beleven, hè? Nou, dit is een belevenis. Het is gewoon heel erg leuk. Op het water, met alles erbij. We kunnen een dinertje aan boord doen. Dus eigenlijk alles is mooi. We werken samen met de horeca hier, met alle horecagelegenheden aan het water. Maar we kunnen ook alles zelf organiseren, dus leuk. Doesburg vonden we een heel mooi plaatsje. Maar Almelo is ook een hele mooie plaats. En we hebben zo nu en dan ook een stad nodig om inkopen te doen, te winkelen, eten te halen enzovoort. En wat we in Almelo ook gezien hebben, dat het dit weekend feest was. En dat was ook één van de redenen. Dat het Havenfestival. En was volgens mij ook een succes, want het was redelijk druk bezocht in ieder geval. Kreeg ik de indruk van. Niet zo gek lang. We hebben altijd een zeilboot gehad. Maar mevrouw wordt wat moeilijker ter been en daarom hebben we een motorboot. En dat geeft hele nieuwe gebieden waar je kan komen. Er staat geen mast op, dus daar kan je in Almelo komen. Met mast kan je hier absoluut niet komen. Dat lukt niet te veel. Nou, je bent hier natuurlijk op doorreis en vanaf Coevorden is dit eigenlijk een van de meest leuke havenstadjes om dus gewoon een aantal dagen door te brengen. Anders moet je dus weer door naar Zutphen en dat is dan weer 3 of 4 uur varen. En onderweg tussen Almelo en Zutphen heb je nauwelijks havens om te overnachten. Dus vandaar dat je zegt, dan blijf je hier een paar dagen liggen en dan... Als je dan weer vertrekt, zo het eind van de ochtend, dan ben je dus eind van de middag ben je weer in Zutphen. We hebben een schuitje, het is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. Het varen geeft je een gevoel van vrijheid. En dat is een, dat is het hoogste goed eigenlijk. Dat is een groot rijkdom. En wat ik nog even wil aanvullen op Almelo, is dat je ook zo lekker kunt eten hier. En ik vind het gezellig. We zagen vorig jaar nog, ik weet niet of we dat nu weer gaan tegenkomen, dat er hier in de haven een hele leuke boot aan het rondvaren was. Met een bruiloft. Nou, dat is gezellig om te zien. In de stad was er een receptie. Ik weet niet meer hoe dat gebouw heet, maar er waren hele leuke mensen, veel jonge mensen omheen. En ja, dat is een, dat is gewoon gezellig. Wij zijn Kaiway.
Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij KIW. Deze week in de buurt Mannen. We worden altijd een beetje aangekeken en zeggen, waar woon je? In de Nielstraat, oh, in de Turkenbuurt. We zijn de buurtmannen, goedendag. Goedendag, sorry. Goedendag. Moet af en toe een hapje nemen, want het is koud. Ja, oh, sorry. Ja, er is altijd wel wat te doen, ja. Hebben jullie al soep gehad? Ja, heerlijk. Niet jullie jokken. Nieuwstraatkwartier is de kleinste wijk van Almelo. Het ligt dicht bij de binnenstad. Midden door de wijk loopt de Nieuwstraat, waaraan veel verschillende winkels en vooroorlogse woningen gevestigd zijn. Er zouden veel Turkse ondernemers zitten. In de Nieuwstraat is het wel eens homeless. Over parkeren, snelheid en Poolse arbeiders die met te veel in kleine kamertjes zitten en wel van een drankje houden. Het riool in de straat is sterk verouderd en naar vervanging toe. De buurtmannen zijn wel benieuwd en gaan op onderzoek uit. Hallo! We zijn de buurtmannen. Hoi. Heb je vandaag wel tijd voor ons? Ja, heel even. Als het niet zo lang duurt. Maar wat heb je het lekker druk vandaag? Ja, goed hè. Ja. Moet ook. Is het altijd zo druk? Ja. Nou, nee, niet altijd, maar... Ja, er is altijd wel wat te doen. Ja. Dat sowieso. Woon je in Almelo? Nee, ik woon hiernaast. Hiernaast zelfs. Kijk eens. En wat ga je zoal doen als je... Vrijd bent? Ja. Ja. Op mijn kinderen passen. Ja. Maar je gaat geen naar de kroeg of uit eten in Almelo? Nee, nou, nee. Dansen. Ze lust hem wel hoor. Ze lust hem wel. Ja. Nee. Want dat valt wel op. Nieuwstraat is een hele leuke straat, maar met name veel Turkse winkels. Ja. En... Ja. Je hebt hier gewoon 4 Turkse kappers nog meer in de straat. Ja. Alle Nederlandsen komen hier. Ja, is dat zo? Ja. Ja, de meeste Nederlandse mensen komen hier. Ik zit hier 5 jaar, die kap stond hiernaast 6 jaar. Ja. En die is 3 jaar geleden overgenomen. Oké. Okay. Ja, Bodrum zit daar geloof ik nu, hè? Ja. 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 Jij weet dat de riolering eruit gaat, tenminste dat horen we van de Albert Heijn hiervoor in de straat. Oh, zeg je iets nieuws? Dat zeg je iets nieuws, ja. Oh, oké. Okay. Wordt de hele straat gewoon aangepakt, straks door de gemeente. Dus ik weet wel dat ze zeiden... Wil je wel blijven in de Nieuwstraat, of zit je hier goed? Ik zit hier goed, ja, het is mijn eigen schuur, dus ik lach nog altijd iedereen uit. Ja, iedereen moet huren en gaslicht. Kijk, ik betaal wel gaslicht. Ja, maar dat betaalt je sowieso al. Ja, een selfie met ons allemaal. Ja. Ja. Doeg, dank jullie wel. Oh, wij zijn de buurtmannen en wij zijn hier op Nieuwstraatkwartier, Nieuwwijkkwartier, Nieuwstraatkwartier. En daar staat ook de Hagedorenschool. Dus we gaan er even lekker naar binnen kijken. Goedemiddag. Hé, hey, maar je hebt hier cake en koffie en thee. Ik zou zeggen, de buurtmannen lussen wel een kopje. Zo. Ah, die zijn mooi. Prachtig, hè? Wat is dat? Dat zijn stiftjes. Ja. En daar kan je op draaien. Doe eens dan. Ga eens doen.
Okay. Dus u bent uw moeder weer opnieuw aan het fietsen leren? Ja. Ja. Dat is leuk. Ja. Dus u heeft hem leren fietsen en nu is het andersom. Ja? Oh, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik zal het even goed draaien. Ja. Nou, daar ga ik. Dat fietst inderdaad heel gek. Ja, hè? Als je door de bochten gaat, dan zegt wel, moet je. Ja, je hebt namelijk de neiging om een soort van balans in te houden. Ja, je verwacht namelijk dat de fiets beweegt. Maar die is juist heel stug en zit vast. Maar mijn zoon wil dat ik heel veilig op straat kan gaan fietsen. Ja. Dus ik moet het op 100% kunnen. Dus hij is wel een beetje een lieve zoon. Ja, nou, zo hoort dat ook. Nou ja. Ja, dat weet ik niet. Tegenwoordig gaat wel, Jan. Ja, ja, ja. Zo gaan we. U woont allebei in Almelo? Nee, ik woon in Hengelo. In Hengelo. Ah, oké. Okay. En u woont wel in? Hier. In deze? In het, ja. Is altijd wat te doen? Ja. Het is altijd wat. Ah, leuk. Woont u al lang in deze wijk? 59 jaar. We worden altijd een beetje aangekeken. En zeggen, waar woon je? In de Nieuwstraat? Oh, in de Turkenbuurt. Ja. Ja, zo werkt het helemaal niet. We praten, we groeten en of het nou een Turk of Marokkaan is, dat maakt me niks uit. Nee. Als de mensen zelf maar vriendelijk zijn. We zijn in de hongerwinter, 45, vanuit Boskoop, dus vanuit Zuid-Holland, hierheen gekomen. Ja. En gebleven, mijn ouders. Ja. En ik was 13 toen ik mijn man leerde kennen. En hij was 16. Het heeft altijd geklikt. En nu zijn we inmiddels bijna 62 jaar getrouwd. Wauw. Ja. En we voelen ons hier nog steeds prettig. Er zijn natuurlijk mooiere wijken, er zijn mooiere huizen, maar dit is mijn plekje. Ja. Ik ben altijd heel erg positief en er gebeurt overal wat. Ik bedoel, niet alleen in de Nieuwstraat gebeurt er iets, maar in de hele stad gebeurt wel eens iets. Nou, daar kun je toch niet de hele Nieuwstraat om veroordelen, zo van het is een rotwijk en dit en dat. Wat wij zelf heel gezellig vinden om even weg te gaan en op een terrasje te gaan zitten, dat vind ik heel gezellig en leuk. We zingen samen nog in de kantorij van de Grote Kerk. Dat is een koor. Dat is een koor, een soort kerkkoor. Ja. Mijn man zingt nog bij het mannenkoor. Ik zit in een handwerkgroep. Welke handwerkgroep? Ook van de Grote Kerk. En we maken dingen en het wordt verkocht en dan gaat geld in de wijkkas. Okay. En het handwerk is eigenlijk het belangrijkste, maar dat we zoveel plezier hebben met elkaar als vrouwen, dat vind ik nog belangrijker. Ja. En ik moest dus een keer afvallen. En toen zei diëtist, u moet een heel moeilijk borduurwerk nemen, dan vergeet u dat u honger hebt. Nou, ik heb het duur ook afgekregen, maar ik was niet dunner geworden. Nou ja. Maar u bent gelukkig samen, dat is mooi. Ja. 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 Dus, u bent gezegende mensen. Ja. Mag ik even een foto van u maken? Ja, ja, je mag me bedanken. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Dag. Ik zal het gewoon dicht doen. Sylvia, heb je soep? Ja, niet veel of niet weinig? Weinig. Nee, de school kwam leeg. Vorig jaar, voor de zomervakantie. We samen met de mensen uit de buurt die hier ook al veel liepen, zoals Jeannette, want die was al vrijwillig op school. En Monique. Wat zou het toch mooi zijn als je in dit gebouw iets kon doen voor de buurt? Ja, en dat hebben jullie nu vandaag zeg maar mee begonnen en het is opgestart. Ik moet af en toe wel een hapje nemen, want het is koud. Ja, oh, sorry. Ja, we hebben nu open huis hebben we nou. Oké, dat bedoel ik. Mensen komen allemaal binnen, hè? Ze komen allemaal binnen. Hallo. Nou, het is precies op tijd voor de soep. Ja. De buurt bedenkt initiatieven, zeg maar, hier. Ja. En dat loopt storm? Nee, zo langzamerhand. Ah, ja, we zijn net begonnen, hè. Wat is er voor soep? Gewoon kippensoep. Oeh. Zonder kip. Soep met kipsmaak. Ik heb nog nooit een vierkante. Maar heb je wel eens een vierkante kip gezien? Dus kies wel van de 1 naar de 5. En wat is dan zeg maar het verschil tussen hier en op het wijkcentrum zelf? Dat gaan we nog ontdekken met elkaar. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je hier hetzelfde gaat doen als bij het wijkcentrum, maar dat je het samen gaat doen. Okay. En maar verder nog niet echt initiatief of in de trant van het zomer gaan we een fietswedstrijd houden of een hardlopen. Dat moet allemaal nog. Dat komt allemaal. Het is de eerste keer. Dus nog de eerste dag. Ja. Moeten jullie echt soep? Nee. Dat is gratis, hè? Ze weet wat voor soep dat is. Nee, maar zit een wortel, kijk, kipsoep. Wortels. Wortels. Ja, ja. Wortels en vierkante stukjes kip. Beters kipsoep. Heb je maar op? Ja, ik wil maar ook een beetje. We zijn de buurtmannen. Goedendag. Goedendag, Sally. Goedendag.
U heet ook daadwerkelijk Sally. Ja, toevallig. Van de glashandel. Ja, auto. Ja, want u bent Italiaans? Ja, dan ben ik Italiaans. En u woont hier al hoeveel jaar? 52. 52 jaar. Ja. En vanaf het begin heeft u deze glaswinkel of glashandel? Ja, het is klein begonnen. Ja. En later daar staat een steen aan de voorkant. 90, geloof ik. Ja. Die is gebouwd. Ja. En voor die tijd was ik gewoon een oud schuurtje met de golfplaten. En dat heeft u helemaal met uw eigen handen heeft u dat op? Ik heb het helemaal opgezet. En waar uit Italië komt u vandaan? Zuid-Italië. Zuid-Italië. Ja, super. En heeft geen, u zou niet meer terug willen? Ja, ik heb hier alles, daar heb ik mijn zus en mijn broer en die bent op een gegeven moment ook weg. Ja. Dus dan heb je daar eigenlijk niets te zoeken. Ja, precies, je bent zo echt van Nederland. En hier heb ik alles, ik heb hier mijn zoon, mijn kleinzoon, mijn dochter. Ja. Ja. Ik ga ieder jaar terug en dan in september, de hele maand september, dan zit ik aan de kust. Ja, oh, lekker. Maar zoeken. Ja. Heeft u al iemand die de zaak gaat overnemen? Hoor ja, mijn zoon. Ja, die gaat het al overnemen. Ja. Dan is hij de tweede generatie. Yes. En hij heeft ook alweer kinderen waarschijnlijk. Hij heeft ook kinderen, ja. De kleinzoon die werkt ook bij. Oh, dus je hebt al gewoon voor de komende jaren heb je de naam van Sally geborgd. Ja, is voorzien, ja. En zou u persoonlijk nog wensen hebben, zeg maar, voor in de straat als aangezicht? Ja, ze mogen hier eerst een beetje zo een drempel neerzetten. Maar ze, ja, dat is gek hoor. En heeft u verder nog ambities met de winkel, zeg maar? Nee, ik kan gewoon doorwerken. Ik ben 56, dus 76. 56, een mooie leeftijd. Ja, ik had u geloofd als u gezegd had. Maar graag, ja. Ja, precies. 76, dus ja. Gewoon rustig aan. Dat vind ik prima. Heb je nog hobby's naast werken? Nee, dat is werk is mijn hobby. Ik kan niet stilzitten. Ik moet altijd wat te doen hebben, zoek ik wat. En als je met de glas bezig bent, wat doe je dan de hele dagen? Mensen bellen op, want ik heb mijn kapot raam. Maar deze zijn besteld en dan moet bezorgd worden en geplaatst worden. En, Ja, jullie zijn gewoon echt een beetje, jullie zijn bekend in de Almelo. Ja, dus, ja, ik denk als je naar glashandel vraagt, dan wordt er over Sally gesproken. Ja, ik hoop het niet. Ja. Eigenlijk voor u is gewoon uw werk is wat te doen. Ja, ik ga 's morgens opstaan, dan trek ik meteen overal aan en dan loop ik hier binnen. Ja, en dan voel ik me thuis. Ja, en dan bent u klaar 's avonds met werken, wat gaat u dan doen? Dan ga ik eten, tegen 5 uur, 6 uur. Even televisie kijken en dan kom ik weer binnen. Ja. Tot nu of 11, 12. Ja, ik voel me prima. Dan wordt dan kan je in ieder geval blijkbaar heel oud mee worden. Ja, ik hoop. En zo te zien ook gezond en gelukkig. Ja, ik hoop het. Ja. En zou je nog willen uitbreiden? Zou er nog zo'n hal bij mogen, bijvoorbeeld? Ja, dat moet wel eigenlijk. Ja? Dat moet wel. Maar er is geen ruimte? Ja. We weten misschien hiernaast wat, maar ja, dan krijg je geen vergoedingen weer, dat wordt te groot. Ja. En dan zeggen ze, dan moet je op industrie. Ja. Maar hier is het allemaal volgepropt. Maar dan is er niks met glas te maken natuurlijk. Nee, nee. Ja, maar ja, hallo, ik wil ook wat, hè. Ja. En dan ga je alleen of gaat de vrouw mee? Nee, die vrouw gaat ook mee. Ja? Ja, en die gaat dan in een mooi strakke leren broek? Nee, joh. Zo'n vrouw heb ik niet. Ja. Met zo'n glasimperium, dan moet je toch wel behoorlijk wat dames gaan halen. Kijk of het die doet het nog? Hij doet het, ze doen het allemaal. Het is, maar, wel, het is eigenlijk gewoon stiekem een beetje je passie. Ja, dat is passie, ja. Die heb ik helemaal opgeknapt, laten spuiten en helemaal weer opgebouwd. Ja, en hij rijdt ook nog? En hij rijdt ook nog. En rijdt u er nog wel eens mee? Nee, nog niet meer. Nou niet meer? Nee, vroeger wel. Ja? Dat is 35cc met een liggende cilinder. Hè? U mag trots zijn op een mooi bedrijf. Ben ik ook. Hoe lang woont u al in Almelo? 37 jaar. 37 jaar? Ja. En al 32 jaar eigenaar van dit pand. En nu doet hij met name reparaties? Ja. Oké. Ja. Al 14, 15 jaar. En gaat dat goed? Valt mee. Valt niet mee. Zo goed, maar ja. Er zijn zoveel winkels als reparatie hier in Almelo. Er is weinig, zeg maar, weinig inwoners en heel veel reparatiewinkel. Ja, als het verdeeld wordt, dan wordt weinig klant, zeg maar. Ja. Maar we hebben wel vaste klanten. Ja.
En we werken wel goed, dus ja. Netjes. Ja. Iedereen is tevreden die bij ons komt. Nou, dat is heel belangrijk. Dat is heel leuk, ja. Okay. Ja. Ja. We hebben inmiddels begrepen dat de riolering uit de straat gaat. Ja, dat ja ik heb wel niet goed. Dan komt er minder klanten. Ja. Dus, en wordt belemmerd voor ons werk. Ja, als maar die stenen verandert. Welke stenen? De stoep. Die bakstenen, de stoep, ja. Want vroeger was voorkant meer parkeerplekken. Ja. Dus was makkelijker. Ja. En dat... nou wel minder geworden. Ja, gebeurt wel eens wat. Maar ik denk elke buurt heeft zo soms. Precies. Maar niet echt dat je zegt, er gebeurt zoveel dingen in Nieuwstraat. Ik vind het wel leuk, ja. Ja. Als je zeg maar vrij bent en je bent niet druk aan het werk, wat ga je dan doen? We zijn vaak met familie. Ja. En ik heb kinderen die komen bij ons eten. En, ja. Lekker eten maken. Ja, en ik heb familie in Harderwijk woont, Amsterdam woont. Dus we gaan daar langs. Ja. Dus we gaan vaak naar Enschede in het centrum. Niet hier in Almelo, want daar heb je niks. Nee, het wordt steeds minder. Vroeger was het wat leuker. Ja? Ja, wat drukker, wat... Dat ging je toen wel, zeg maar, naar het centrum toe? Ja. Ja, toen was kinder kleiner, dus makkelijker hier in de buurt. Ja, precies. Ja. En nu ze zijn allemaal groot, dus... Ja, want ik... Misschien leuke dingen. Ja. En als die winkel zijn vol is, ja. Dan ik denk, mensen blijven hier in Almelo, gaan ze niet ergens... Ja, die huur misschien lager wordt, dat die mensen kan huren en er meer winkels komt. Oké, okay, dus meer. Weer. Ja. Ja. Oké. Okay. Mag ik jou bedanken? Oké. Okay. Maar hebben jullie zelf ook zo al gezeten? Sta je erbij? Nee. Je kinderen? Nee. Oude... Ik ben heel jong hoor. Ja, dat snap ik. Nou, dan kunnen we nog kinderen hebben. Maar hoe oud is deze foto dan? Ja, ik denk van 2002 of zo. Ja. Hebben jullie al soep gehad? Ja, heerlijk. Niet jullie jokken? Nee, ik heb hier nog staan. Goed. Nou, ik werk aan de overkant in Rijkscentrum. Oh, kijk. Hallo, Rob. Hi, ik ben een stagiair. Ja. Oh, je bent stagiaire. Oh, jullie gaan hier iets leuks doen. Misschien nog. Nou, nee, ik dacht wel, we gaan nu even kijken wat er is open. Ja. Ja. Ze willen wel binnen en dan gaan ze aan de kant staan van ja. En nu? En nu? Ja, maar snap ik wel een beetje. Onwennig. En ik denk ook dat je laagdrempelig. Ja, en soms aan het handje meenemen. Dat ken ik wel. Beetje naar binnen gooien, zeg maar. Ja, meer naar binnen nemen. We gaan iets doen. Lokken. En daarom hebben we soep. Ja. Is het te weinig? Nee, dat denk ik niet. Maar ze moeten ook eerst even weer zijn. Beetje lopen. Ja. Wij vinden het allemaal jammer dat de school dicht is hoor. Ja. Veel ruimte, denk ik. Oh, ik vind het zo jammer. Hier had gewoon de school moeten zijn klaar. Dan moet ik ook eerlijk zeggen. Ik zal eens even eerlijk zeggen dat die soep helemaal niet zo lekker is. Hey, bedankt voor de lekkere soep. Ja. Na een lange dag zwoegen, keren de buurtmannen huiswaarts. Hoe zou dat verder gaan met die Hagedoornschool? Is daar straks wat te doen? En wat dacht je van die Nieuwstraat? Wat een leuke straat is dat, zeg. De buurtmannen kijken elkaar aan en grijnzen. Gaan we gauw weer terug? Dat zie je in de volgende aflevering van Buurtmannen gaan op expeditie.